Open Tino's concert. Maar het zijn weer een paar leuke dingen. Ik ben ondertussen weer een beetje gekalmeerd. Zo, we zijn daar. Hele mooie locatie. Maar de shine van mijn schoenen ga jij niet wegnemen hoor. Nee. Ik zal het even laten zien. Ja. Doos nummer 1. Hi lieve fantasties, welkom bij een nieuwe video. Vanavond gaan we lekker een feestje vieren in Oosterwijk een concert. Met dit geweldige nieuws van vorige vlog, dat het gelukkig geen uitzending was, komt dit helemaal goed uit. Ja. Hè? Ja. Lekker genieten. Lekker ontspannen. Eerst nog even rust vallen. Nog even gaan gespannen, daarna ontspannen. Ik merk wel dat ik geen 18 meer ben. Halleluja zeg. Zo, het huis had het even zwaar. De brandalarm ging af. Hij doet het. Niks aan de hand. Hij doet het. We hebben even onze ramen helemaal opengezet. Nou, nou. Broodjes. Kaasplank, arancini, gnocchi, bruschetta, vega en vleesplanken, grote soep. Staat nog ook het een en ander in de koelkast of niet? Ja, die pasta pesto. En jij bent helemaal daarachter, hè? Zo, dit wordt hem. Tonijnsalade. Witlof. De kaasplankjes al laten zien. Ja, die daarachter. Ja. Yeah. Heb ik gedaan. En wat ben jij aan het doen, liefie? Oh ja. Jessie is super lief aan het spelen hier. Hè? Echt een toppertje. Hé, hou van jou. Proef eens, wil je dat met mij delen? Wat ben jij toch niet? Bof komt. Helemaal uit Griekenland. Ja? Helemaal. Pistas nodig. Oh ja, oké. Nou, de pistas ga ik even doen. Kijk, Jessie Zilver die kan ook gewoon helpen hoor. Hè, toppie. Kijk. En wat gooi je dan weg? Ah! Oh. Schillen. Toppie. En weet je wat dit zijn? Nootjes. Pistas. Nee. Pistasnootjes. Is die weer leeg? Nou, ze nemen ons in de maling. Zo, laatste finishing touch. Zo, wij zijn lekker uit. Waar zijn we? Bij opa's feest. Opa's feest. Open, ja, opa Tino's concert. En we hebben er helemaal zin in. Het is mooi weer. Ik dacht gisteren nog van, oh my god, het wordt niet... Het is niet zo lekker hier. En dadelijk regent het, zit je buiten. Dat is ook niet fijn. Maar de weergoden... Die werken mee vandaag. Kun je eens kantjes? Ja, dat is daar groot staan. Nee, duidelijk. Eet smakelijk, Jessie. Ben je aan het eten? Oh! Proost!
Je zou niet denken dat jouw opa is. Een heel mooi arrangement van Roem, maar hij komt eraan. Ik weet dat u hem allemaal kent. Kom maar op met een orkaan van geluid. Eugenio Politti. Buonasera.
zijn dat Sissy denkt, ik naai eruit. Die gaat er van komen. Chiudo l'occhio e penso a lei, del profumo dolce della pizza, una voce dentro che mi sa così, non penso. Sono solo le parole, che se vanno scritte tutto può cambiare, senza più rimorso te lo voglio urlare, questo grande Nou, Jessie is ouder dan oud. En Jessie die moet helemaal geen van. Ik ben die... gewoon aan het trainen voor de Naked Man Run. Ja, want dit is gewoon niet te doen, hè? Doodgewicht. Oei. Okay. Sergio die heeft... andere kant. Kom, 1, 2, 3. Hoppakee. Jessie die... Ja. Sergio die heeft de schoenen omheen. Maar vast uitgedaan. Arm eromheen. Want... Arm eromheen. Ja, dank je. Je bent in staat om hem neer te leggen, of niet? Op de grond. Ik ben in staat om zelf te gaan leggen. Ja, ga je snurken? Maar het is daar, het concert. En hier is de garage. Maar we moesten helemaal omlopen, omdat het daar is afgesloten. Oh, we konden er wel door. Ja, modder. Dat mag niet. Het hek is weg. Ja, lekker dan. Ja. Dit hek is dicht. Ja, dit is de uitgang. Gezellig, Jess? Ja, hè? Hey. Je bent gewoon bijna niet meer te zien op mijn camera. Mijn camera die kan het niet meer aan, zo donker is het. Zo, Jessie Silver die gaat even naar zijn buurmeisje, zijn vriendinnetje. In zijn Spider-Man outfit. Voor een verjaardag. Oh, we moeten even opzij, want er komt iemand aan. We zitten even lekker in de tuin. Genieten van het laatste zonnetje. En er komt even iemand bij me. Dat is een zwarte weduwe. Hallo, lady. Dan gaan we naar beneden, niet omhoog, alsjeblieft. Dank u. Doei. Lekker aan het zonnetje. Het is wel heerlijk. Heerlijk. Ah. Kijk, een mooi vlindertje daar in de tuin. Fladder. Wat hebben we toch weer een geluk met dit uitzicht van onze tuin, hè? Heerlijk.
Zo, we zitten heerlijk in de tuin. Was gezellig gisteren. Ja, was super gezellig. Dat was echt leuk. Je vader heeft het weer goed gedaan. Hè? Kan die wel. Het was weer het dak eraf. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Jessie vanmorgen, ja. Heb je nog mijn concertie? Ja, dat ze allemaal gingen ronddraaien met de concertie. Nee, schat. Dat heet een vlag. Nee, wacht even. Oh. Nee, dat zei ik tegen hem. Ik zeg, wacht even, Jess. Ik zeg, waar we naartoe waren, dat hele avond met alle optredens en zo, en het podium en het feest aan zich, dat heet het concert. Daar zijn we naartoe geweest. Ik zeg, wat we gingen ronddraaien, dat is een vlag. Oh. Oké. Okay. Ja. Toch weer ons kind wat bijgeleerd vandaag. Ja. Nou, hij is lekker 3 deuren verderop op een feestje. Ja. We horen hem vanaf hier. Maar wij zitten hier ontspannen. Nou, we horen niet alleen onze Nee, zeker niet. Onze boef. Zeker niet. En ik mag zo meteen werken. Ja, we gaan lekker werken. Ja, echt zin in. Ik denk van, ja, bah, zon. Laat mij maar wel lekker. Ja. Lekker genieten nog eventjes. Ja. Ook een minuutje. Zo, we zijn eventjes bij mijn moeder. Het gaat gelukkig hartstikke goed, zoals jullie kunnen zien. En we zijn bij de speeltuin, die dicht bij haar huis zit. Heel vroeger stond hier een school. En nu is het een hele leuke speelplaats geworden. Superleuk. Kabelbaan naar achter. Oeh, die kijk, die eet je dat ook, denk ik. Oh, die spullen lekker naar buiten. Ja, maar daar mag je ook naar buiten. Kijk naar buiten. Oh, papa, kijk daar eens pop. Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. Wat doet het hier? Oh, die arme beesten met al die vieskoren vliegen, hè, de hele dag. Ja, zou ik compleet gek van worden als dat bij mij was. Zit in je eten. Oh, vreselijk, hè? Ja, al die akelige. He? Al die akelige. Het staat echt achter je. Hij vindt het altijd een beetje eng zo groot, hè? Voor hem is het nog groter, hè, mama? Ja. Hé, groot koe, hè? Wil je hem aaien? Aan de zijkant, kan je hem aaien? Doe maar, blij mee, hè? Ja? Nee. Die koe is blij, want kijk eens wat een hoop vliegen er om hem heen zitten. Dat is gewoon niet normaal. Even. Mag wel, mag wel. Mama gaat mij weg. Hij doet je niet weg. Hij wordt gek van de vliegjes. Mijn doe hem op zijn neus. Ik kan niet een vlieg bij zijn ogen. Ja, dat geeft toch niet. Jess. Zeg een beesten voor hem. He? Vind je hem stinken? Ja. Ja. Jessie Silva, waar ben je nou? Ik ben hier. Oh. Nou ja. Gewoon een boek. Ja. Mini bibliotheek. Ja. Mijn juf ook. Oké, wie zijn dat dan? Weet niet. Jip en Janneke. Auw. Oh. Ja.
Hey. Hey, jij daar. Ben je aan het doen dan? Ja, wat? Oh nee, ik zit even op onze nieuwe Switch. Een nieuwe Switch? Het is op onze nieuwe Switch. Ja. Huh? Maar daar hadden we nog geen. Oh, op die manier. Nee, daarom is het ook nieuw. Hey, lekker. We hebben een Switch gekocht. We hebben een Switch gekocht, inderdaad. Ja. Dat wilden we eigenlijk al heel lang. Ja. Maar ook voor Jessie. Vooral voor Jessie eigenlijk. Nou, weet ik niet of ze vallen. Ze smoes. Ook al voor Jessie. Ja, we hebben de nieuwe Switch OLED. Met Mario. Gelijk een paar spellen. Odyssey. Zelda. Just Dance. Ik denk dat we die even gaan proberen zo meteen. Even kijken of het goed doet. Mario Kart. En Paw Patrol. On a roll. Niets is te dol. Nothing is te dol. En ik dacht, aangezien we ook vaak in de auto zitten, is het wel handig om daar een goed reistasje voor bij te kopen. Ik heb een reistasje, schoonmaakdoekjes en dit zijn extra knuffeltjes. Hier kunnen die dingen in. Handvatjes in. Dus ik weet niet of dat leuk is om dat standaard te doen of niet. Het is wel tegen het vallen wel beter. Ja. Is hij wel goed beschermd. Precies. Beter. Dus dat ziet er wel cool uit. Met Jessie zijn... Ja, ik denk het ook wel. En ik vind die controllers vind ik toch altijd een beetje mooi. Dus ik heb deze extra genomen voor als we gamen op de tv. Dus dat... En een apparaat voor in de auto. Ja, er zaten inderdaad een aantal accessoire mogelijkheden bij. Klik. Dat is wel handig inderdaad. Als die in de auto zit. Ja. Ik denk dat het ook wel lekker vasthoudt, of niet? Ja. Dus het kan misschien ook gewoon voor gewoon. Ja, voor als je. Ja, maar voor. Ja, als je. Bij een tafel en zo, ja, kan. Het houdt wel lekker vast in de hand, denk ik. Ook hebben we een nieuwe tv gekocht. Die is nog niet binnen. Die komt als het goed is morgen binnen. Ja. Voor op onze slaapkamer. Want daar hebben we nu een tv hangen hoor. Maar. Die is al wat ouder, waardoor die dus niet de apps Disney heeft en Videoland en zo. Eigenlijk hebben we alleen Netflix. En ons iets staat er wel op, geloof ik. Ja. Maar wij hebben dus geen tv-abonnement meer. Waardoor wij dus alles eigenlijk streamen. Dus dan vind ik wel dat het wat moet doen. Want wij kijken graag in bed ook nog tv. Voordat we gaan slapen nog even een serietje of een filmpje. Of gewoon relaxed. En ja, nu mis je toch het een en ander. Ja. Dus het was tijd. Ja, en plus als je hem aanzet is het wel fijn als hij gewoon meteen de wifi pakt. Ja, dat was eigenlijk ook echt één groot irritatiepunt. Ja, dat hij dus telkens de wifi niet pakte. Je moet elke keer naar de instellingen, netwerk, wifi selecteren. Het kan dus niet met kabel, want tijdens het bouwen hebben we een klein foutje gemaakt. Door op Jesse's kamer alle opties erin te zetten die er mogelijk zijn. En bij ons niet. Dus maar goed. Het zou gewoon moeten werken via de wifi. En elke keer is het maar de vraag of die hem gelijk pakt of niet. Dus dat is bloedje irritant. Dus die komt, ben ik ook heel benieuwd naar. En we hebben een hele grote pot gekocht voor onze palmboom. Ja. Yeah. Ook spannend. Ja, zeker. Want het is vooral heel spannend hoe zwaar die eigenlijk is. Ja. En we hebben heel lang gezocht naar een toffe pot, hè? Ja, nou, het is wel grappig dat we uiteindelijk, want we hebben wel een paar gegadigde gehad, tegengekomen. Maar omdat we er elke keer vanuit gingen dat we twee palmbomen gingen doen, was het elke keer een behoorlijke uitgave. Ja. En nu is het eigenlijk net zo'n grote uitgave voor één pot. Nou, we zijn eigenlijk een stelletje simpel af en toe, jongen. Ja, echt. Maar ja, we willen het.
We willen het gewoon gaaf hebben. En we hebben eigenlijk gezegd, nee, we gaan het bij één palmboom houden. Ook omdat, er moet gewoon een hele grote pot omheen. Omdat wij het niet in de grond willen hebben. En dan neemt het gelijk heel veel ruimte in beslag. Zeker als je er dan twee neemt. Dus we houden het gewoon bij één grote palm. En we hebben natuurlijk ook een soort van waaierpalm. Wat niet echt een palm is, geloof ik. Een vredespalm, toch? Zo. Vredespalm. En, dus die is ook heel leuk. En we hebben er druiven bij. Ja, dus. En er komen nog kruiden allemaal. En iets van een cactuswandje. Ja, dus er komt nog genoeg bij. En de verven. En de verven. Nee, beekje. Nou. Nou. Wordt wel een. Ja, maar ik weet niet, maar bij jou wordt het steeds groter. Het wordt echt een vijver. Er komen vissen in en kikkers en zo. Dadelijk wordt het een kooikarper ding. Ik heb, nee, dat sowieso niet. Maar ik heb zitten kijken. Als je een beekje doet, zeg maar, van nou ja, zeg, 5 centimeter. Dan zit je een beetje met het zuurstof in je water en zo. Dus als je hem gewoon fatsoenlijk afgraaft, dan kan je er inderdaad wat zuurstofplanten in zetten. Een paar kleine visjes. Maar dan blijft het water gewoon heel gezond. Ja. Dus ja, 80 centimeter afgraven. En dan bij de vlonder inderdaad het beekje maken. Hoe, weet ik nog niet precies. En ja, dan beschermen we lager in. Dan vijverfolie. Ja, dus daar gaan we jullie nog in meenemen als het zover is. Gaan jullie meenemen, want het is inderdaad heel... Duurt altijd een eeuw voordat jij iets probeert uit te leggen. Nee, dat is niet waar. Het proberen uit te leggen gaat altijd heel snel. Alleen tot het punt komen, zeg maar. Ja, inderdaad, ja. Misschien... Ja, ga je lekker? Ja, vertel jij lekker je ding. Laat maar in rust. Oh, oh, oh. Nee, maar er zijn een paar leuke dingen. We hebben ook vrijdag een optreden samen. En samen met onze pianist Ewald. Maar het zijn weer een paar leuke dingen. Ik ben ondertussen weer een beetje gekalmeerd. Alles is weer een beetje tot rust gekomen. Op werken weer een rustig vaarwater. Sta ik niet alleen. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Hè. Het waren dus een opstapeling van allemaal dingen. Dat je toch een beetje in die emotie blijft zitten. En je toch nog niet helemaal relaxed voelt. En dat gaat gelukkig nu een stuk beter. Dus dat is ook heel fijn. Aanstaande vrijdag heeft ook Jessie Silver zijn allereerste schoolfoto. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik zit nu om te denken, wat ga ik hem aandoen? Oh, als die maar droog blijft. Ja, dus dat, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hoe zijn eerste schoolfoto zou gaan. Maar daar moeten we altijd wel eventjes voor wachten. Heb je daar zin in? Heb je iets verteld? Zijn schoolfoto? Ja. Ik heb het wel een paar keer gezegd, maar ja, interesseert me geen reet. Goedenavond. Onze nieuwe tv is binnen en hij hangt. We zijn er heel blij mee. Hij is wel wat dikker dan de vorige. Maar ja, goed. We kunnen er nog steeds langs lopen. Hij is ietsje dikker, zie je dat? Maar genoeg ruimte om er langs te lopen. En onze apps doen het. Dus niet alleen Netflix, maar ook Disney. Verder heb ik het nog niet helemaal onderzocht. Maar wat ik net zag, vond ik wel heel komisch. Want op onze vorige afstandsbediening stond wel een knopje Netflix. Maar deze heeft dus ook een klein knopje Disney. Dus met één druk op de knop zitten we in Disney. Ik heb daar ook weer een nieuwe serie gevonden die ik erg leuk vind. Not Dead Yet. Not Dead Yet. Zo, probeer dat maar eens uit te spreken. Moet je ook niet te vaak doen. Not Dead Yet. Not Dead Yet. Ondertussen ben ik even bezig met de was te vouwen. En kleding uit te zoeken. Want... Jessie heeft morgen zijn allereerste schoolfoto. No stress, no stress. Weet je, wat doe je hem aan? Ik denk dat ik hem weer een mooi overhemdje aan doe. En een leuke broek. Als het goed is, mooi weer, dus dat kan wel weer een toffe korte broek. Maar ik denk dat ik hem deze aan doe. Die moet ik dan nog wel even strijken. Maar ja, in ieder geval eerst even de was. Dan zien we wel weer wat we tegenkomen. Sergio die is nog aan het werk. Maar dadelijk, als hij thuis komt, moeten we dus ook nog even de laatste hand
leggen op onze set voor morgen. Want we gaan morgen optreden. Samen, weer samen. En met Ewald. Dus dat is superleuk. En ja, moeten we ons natuurlijk even op voorbereiden. Ik ga nu even de was doen. Lekker met mijn serietje op. See you later. Hallootjes! Ja. Een hele goede middag. Het is vandaag de dag dat wij gaan optreden. Het is bloedje heet. Ja. Dus nou, we gaan zo eventjes kijken wat we aan gaan trekken. Sergio is al druk bezig geweest om alles in de auto te zetten. En ja, dat ze. En ondertussen heb ik een klein cadeautje voor Sergio. Maar eigenlijk ook een beetje voor mij. En gewoon leuk. Maar er moet nog wat omheen. Wauw. Echt. Wat leuk. Grappig. Moet dan zo. Ja. Kijk, en is dit een hartje om Den Haag en een hartje om Sicilië. Dat is kikker. Dus daar moet dan nog een lijstje. Een lijstje omheen. Support. Waar wil je hangen? Nou, ik dacht misschien in de gang boven. Naast het toilet. Tussen ons. Oh, daar. Ja, dat is leuk. Ja. Misschien. Leuk. Leuk, leuk. Ja, leuk. Zo, we zijn er helemaal klaar voor. Ik heb zelfs nieuwe oorbellen besteld voor de gelegenheid. En ja, als ik ze dan toch heb, kan ik ze net zo goed inhouden natuurlijk. En we zijn er helemaal klaar voor. En ik heb even nog een lekker... Oh ja, dat kan. Kan ik hier ook... Nee, dat kan niet, hè? Android kan het wel. Dus dan moet ik hem eerst uitzetten om de camera weer te wisselen. Ja. Zo handig, die Apple. Echt. Ik heb nog even een lekker bakkie. En volgens mij zijn we er klaar voor. Ja. Tijdens het optreden krijg je natuurlijk een gort droge strot. En het is wel handig om iets van een flesje water mee te nemen. Dus ik dacht iets handigs te hebben voorbereid. En René vindt het geen porum. Maar wat zeg nou zelf? Dat kan toch gewoon? Dat kan toch prima? Hebben we en allebei genoeg? Staan we helemaal in de chic? Ja. Ja? Ja. En dan is het zo van... Kijk het verschil. Ja, maar het is gewoon primaire behoefte. Kijk het verschil. Het is... Water. Ja. Ik moet zeggen, elegant. Elegant, ja. Of dit. Ja, doei! Kijk, je staat er gelijk bij als een bouwvakker. Waarom? Ja, dat zegt dat ding toch... Wacht, probeer het. Ja, doe die even elegant gewoon. Ja? Het gewicht even hier. Oké, nou, laat mij dan maar de bouwvakker zijn. Ben jij het prinsesje? Ja, ik moet wel zeggen, het kleurt wel beter bij je outfit. Precies. Oké, let's go. En ik daarentegen heb toch groen aan, maar ja, niet tijdens het optreden. Nee, dus... Dus ja, slaat weer als een lul op een slagroomtaart. Okay. Nee, ik stop hem met praten dan. Anders. Ja, oké. Okay. Ga jij maar. Zullen we gaan? Ja. Okay. Zo, we zijn daar. Hele mooie locatie. Prachtig. Ja, backpacker. Backpacker. Hier. Het is hier super benauwd. Het is echt heerlijk en boffen met het weer. Maar wat zijn we blij dat we deze waaiers vonden van ons vorige optreden. Heet. Goedemorgen. Hey, goedemorgen allemaal. Hey. Oh, ik ben kapotski. Ja, ik voel me oké. Ja, jij hebt dat. Ik heb dat sowieso veel erg, hè, 's ochtends. Ik sta al vanaf 8:30 te koken. Ja, en het is nu inmiddels 11:00 en ik ben net mijn bed uit. Waar kijk je op? Ja, ik had mijn horloge dan niet om. Het is... Nee, ik voel me op zich prima. Alleen ik had die derde
Kokosmacroni moeten doen vannacht. Maar nog steeds onder de 75 kilo. Ja. Dus dat is dan weer wel. Dat is dan wel weer helemaal goed. Wat vinden jullie van mijn manen, jongens? Ik voel me een beetje Simba. Ja, het was leuk optreden, hè? Gisteren. Ik vond het heel leuk. Ja, ging goed en we hebben complimenten gehad. Ja. Vanochtend ook alweer geappt. Dus ja. Dat is hartstikke leuk. En gelijk geboekt voor een tweede keer. Ja, dus. In december, dus dat is. Ja. Nou, grote complimenten kan je niet krijgen. Dat wou ik zeggen. Dus dat was helemaal top. En ondertussen zijn mijn. Heb je wel besteld of zo? Laarzen binnengekomen. En ik ben zo benieuwd. En mijn fietstasje. Sorry, ik wil je shine. Ja, nee. Maar... Nee, is goed. Fietstasje en mijn fiets. Maar de shine van mijn schoenen ga jij niet wegnemen, hoor. Nee. Ik zal het even laten zien. Ja. Doos nummer 1. Oh, er komt gelijk een cadeautje uit. These boots are made for walking. Ja, wat zei ik? Die shine ga jij niet overtreffen. Oké, okay, you win. Dan nou, hoop ik dat ze goed passen. En ik moet dan wel een broek aan met strakke pijpen. Dus daar moet ik ook even achteraan, want die heb ik eigenlijk niet echt meer. Zouden wij van roze houden? Ja. Klein beetje maar. Kijk maar. Er zit wel een viezigheid op, dus even kijken of we dat eraf krijgen. Zijn dadelijk mijn keuten. Zit wel erg strak. Ja, dat moet je ook een beetje loslopen, hè? Ik zit met mijn voet hier. In die schoen? Ja, dat is wel raar. Oké. Ik had wel gelijk, dan laat ik het nou een keer wel goed doen. Super vet. Vet, hè? Ja. Ja, dan hoop ik wel dat deze was een sale. Deze niet. Ja. Zijn wel cool, hè? Super dope. Ja. Zo. Knak. Gaat het? Schouder uit de kom. Oh, uit elkaar. Dan heb je hem ook. Oké. Nou, hopelijk vonden jullie dit weer een leuke, gezellige vlog. Hè? Weer even wat anders. Ja. Gewoon weer terug, back in the positivity, jongens. Exactly. Yes. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Een belletje aan te zetten. Als er een nieuwe vlog online komt. Ja. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Ciao.